Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik ben op zoek naar Kevin Meijs. Want dit is namelijk de eerste aflevering van One Unexpected Day. Hij heeft zijn droom ingezonden, hij is een fanatieke Day One kijker. En wij gaan zijn dag vandaag volledig op de kop gooien. Zal ik hem een kotzak meegeven? Wow. Maar dat is wel echt een dag om niet te vergeten. Alles waarom hij heeft gevraagd, gaan we hem geven en meer. Hallo, heeft u Kevin gezien? One Unexpected Day is een nieuwe serie die we hier op Day One gaan maken, speciaal voor onze kijkers. Samen met jullie, voor jullie. Mede mogelijk gemaakt door Sportlife Mins, gaan we de dromen die jullie hebben ingezonden waarmaken. Kevin! 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 Ik ben gewoon zelf ook echt zenuwachtig. Wat als hij deze dag heel kut vindt? Kijk, dat moet hem zijn. Oh, ik ben gewoon echt zenuwachtig. Holy shit. Ben jij Pieter? Nee. Ben jij Kevin? Ja, zeker. Echt? Ik heb je gevonden. Ja. Nou, kom, stap in. Wat gezellig. Ja, zeker. Ben je een beetje onder de indruk al van de Kia of valt het mee? Hij gewoon eerlijk zijn. Ziet er beter uit dit echt dan op camera. Kom zitten, Kev. Ja. Oh, ik heb moeite je te vinden. Hey, prettig kennis te maken. Ben je zenuwachtig? Ja, wel een beetje. Goed zo, gezellig. JJ Boske. Kevin Meijs. Hoe is het, Kevin? Ja, gaat prima. Ja? Ja, zeker. Hey, One Unexpected Day. Ja. Op Zandvoort. Je weet nog niet wat we gaan doen. Nee, klopt. Oké, okay, dan gaan we rijden. Gaan we die kant op. En dan wil ik graag van jou horen wat je hebt ingezonden, oké? Okay? Ja. Wat heb jij gevraagd? Wat zou je graag willen doen toen je onze oproep zag? Nou, mijn droom was om dus met iemand mee te rijden over het circuit en een dag te beleven als coureur zijnde. Ik denk dat wij eventueel jouw droom wel uit kunnen laten komen. We zijn onderweg naar het circuit van Zandvoort. De plek waar Max Verstappen onverslagen blijft binnen de Formule 1. Kevin heeft zijn droom ingestuurd. Hij wil één dag leven als coureur. En dat gaan wij als Day One zijnde natuurlijk voor hem regelen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, we gaan in elk geval het circuit op. Het kan ook zo zijn dat we hier een broodje boven in de toko gaan eten, hè? Nee, dat is het niet. Je hebt wel gelijk. We gaan racen. Ah, ik ben wel zenuwachtig. Dat dan weer wel. Ja, maar dat is goed. Ja. Het is bijna niet te merken, maar Kevin is zenuwachtig. Al weet hij nog helemaal niet waarvoor hij precies zenuwachtig zou moeten zijn. Maar één ding is voor hem duidelijk. We zijn aangekomen op het circuit. Hoi. Hallo. Jeroen Blekemolen. Kevin. Zo, welkom. Ja, bedankt. Ben je een beetje flabbergasted? Ja, absoluut. Want, je kent Jeroen? Alleen van tv. Ja, van het dammen, schaken. Nee, dat dan weer niet. Nee, natuurlijk niet van het schaken. Jeroen Blekemolen won eerder de prestigieuze racekampioenschappen, zoals de 24 uur van Le Mans en de Porsche Supercup. Samen met zijn broer en vader heeft hij Race Planet opgericht. En dat komt natuurlijk heel goed uit voor wat Kevin graag wil. Eén dag leven als coureur. Hoe is het? Ja, goed. Alles goed? Ja. Hey, ten eerste bedankt dat we hier bij Race Planet terecht kunnen. Kevin is een beetje zenuwachtig, wat natuurlijk ook niet meer dan logisch is. Ja, maar dat is goed. We hebben voor jou een kleine hint, want jij stapt vandaag bij Jeroen in de auto. En dit is een hint, dit is niet hetgene wat het specifiek is, maar ik ga wel die kant op. Het is een Lego autootje van Ferrari. Ik denk dat dat de eerste hint is. Hop, die gaat naar de producer en die vangt hem niet. Maakt niet uit, kan gebeuren. Jeroen, wat kan Kevin verwachten? We gaan vol gas het circuit op. En langzaam doen we natuurlijk nooit als autocoureurs. Dus je gaat met mij meerijden zometeen. En dan ga je kennis maken met een raceauto en het circuit van Zandvoort. Wat er natuurlijk prachtig bij ligt met kombochten. Vol gas dat recht een stuk op. Formule 1 is hier net geweest. Kijken of we die tijd een beetje kunnen evenaren. En als jij je cool houdt zometeen? Ja. Als je bij hem in de auto stapt? Dan mag je deze houden en heb ik daarna misschien nog wat leuks voor je. Maar als je hoofd cool houdt alleen. Dat kan ik niet beloven. Kom, Kevin, gaan we eens omkleden. Zie je zo, Jeroen. Oké. Komt helemaal goed. Thanks. Jammer genoeg heeft Kevin helaas nog geen rijbewijs. Dus daarom hebben wij Jeroen gevraagd om met Kevin over het circuit te vlammen. Terwijl Kevin zich klaarmaakt voor de eerste ronde over het circuit, maken wij alvast wat shots van het bommetje. De eerste auto waar Kevin mag instappen. De Renault Clio raceauto. Hij is zenuwachtig. Oh,
ik weet niet of we dit wel goed doen. Ik weet dat hij het heel leuk vindt, maar ik weet ook dat Jeroen zich... Hoor je dat? Zal ik hem een kotzak meegeven? Nee, ja. Ik heb hier echt zin in. Kev, hou je hoofd koel, hè. Even een mintje. Ik doe de deur dicht en ik zie je zo meteen. Ciao. Hij is gewoon de hele dag al... Ja, ik weet niet wat me overkomt. Het is... hoe heb ik dit... Ja, hoe heb ik dit kunnen winnen? Wat fijn, wat tof, dankjewel. En dit is dus precies waarom we het doen. Ik hoop wel dat hij hierna nog zin heeft om door te racen. Want we hebben nog een verrassing hierna. Dat is natuurlijk niet zomaar een dag. We gaan het zien. Ik had het geluid ook niet verwacht. Nee. Extra rondje laten rijden om hem gek te maken. Zijn ogen staan alsof hij net 3 ecstasypillen heeft genomen. Dit was echt al geweldig. Ja? Ja. We waren de pitstraat nog niet uit. Ik had al meteen kippenvel. Echt geweldig. Echt niet normaal. Goed zo. Heb je een beetje geschreeuwd? Nee, dat nee, niet. Nee, maar wel gewoon hoog. Ik ben er wel stil van. Ja. Maar ik vond het echt prachtig. Hij trekt ten eerste al vrij snel op. Ja. Je voelt alles. Oké, nou, stap uit. We gaan Jeroen even van de auto laten wisselen, want we zijn natuurlijk nog niet klaar. Nee. Doe zo. Laat je handen. Ik tril wel een beetje. Dat is mooi. Kom hier, vriend. Maar je hebt helemaal mijn hulp niet nodig. Oh, zweet op het ruggetje. Het is warm. Ja, het is warm. Ja. We gaan even bijkomen. Laten we Jeroen even van de auto wisselen, want dan hebben we nog een verrassing. We zijn al lang niet klaar. Die verrassing, zoals jullie ons kennen bij Day One, is er natuurlijk niet zomaar één. Kevin mag namelijk mee in deze Ferrari 488 GTB. Je vlamt met deze auto in 3 seconden naar de 100 en met maar liefst 670 pk zal dit een ervaring zijn waar Kevin niet van zal slapen vanavond. Dit is hem. Ja. Is wel een upgrade. Nou ja, dat denk ik wel. Het is wel even, deze zal ook even wennen zijn. Je hoeft geen helm op in deze. Jeroen, is dit echt anders? Dit is natuurlijk een echte sportwagen. Ja. Veel meer vermogen. Echte paarden natuurlijk. Als je deze intrapt, dan word je echt afgeschoten. Stapt u in, meneer? Hey, hoe voelt het om erin te zitten? Eerste keer. 488. Geweldig. Ja, jongens, ik ga gewoon de deur sluiten. Jeroen, laat hem lekker genieten. Hij heeft het verdiend. Top, we gaan gassen. Dit is wel weer een soort van het volgende level, toch? Als we het doen, doen we het goed. Het is wel leuk dat ik dan ook aan hem vraag aan Jeroen van wat is het verschil. Nou, die ene is een Clio en dit is een Ferrari. Kev gaat het echt de dag van zijn leven hebben. We zijn nog niet klaar. Ja, dit is wel een verschilletje. Ook weer meteen kippenvel. Volledig in die stoel gedrukt. Dag om niet te vergeten. Ja? Ja. Mooi zo. Ik wil weten hoe het was. Holy shit, ik ben gewoon stiekem een beetje jaloers. Ik krijg een duimpje. Geweldig. Echt ongekend. Ja. Ik denk dat wij een teller moeten gaan zetten bij hoe vaak jij geweldig zegt. Ja. Maar dat betekent dat je het ook echt geweldig vindt. Dat is heel fijn. Omschrijf eens wat je voelde. Hoe is dit anders dan de Clio?
Op rechte stuk ga je veel harder, maar de bochten zijn wel minder heftig. Zullen we even rustig bijkomen? Even een beetje de adrenaline laten zakken, want de dag is nog niet afgelopen. Jeroen, dankjewel. Ja, bedankt. Hey. Ja, bedankt. Terwijl Kevin denkt dat hij heerlijk kan uitrusten de rest van de dag, hebben wij voor hem iets voorbereid. En dat doen we natuurlijk volledig en klassiek in stijl. Als professioneel coureur moet je natuurlijk ook professioneel rondgereden worden. Dus wij hebben iets geregeld waarin een hoop van de beste atleten en bekende mensen ter wereld worden vervoerd als ze in Nederland zijn. Want naar de volgende locatie moeten we wel in stijl. Hoi, Chris. Kevin. Hey Kevin. Kevin, hallo. Kevin wordt vervoerd vandaag. Maar blijf nog heel even staan. Want Chris, volgens mij heb je ook een cadeau meegenomen. Ik heb een klein cadeautje meegenomen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk voor jou nog wel even een klein cadeautje. Want we wouden je toch verrassen met een klein dingetje. Want je hebt jezelf cool gehouden en dat was de afspraak. Deze is zo dik. Ja! Ja, dus die hebben we nog even bij Day One voor jou geregeld. Hier ben ik blij mee. We hebben nog een verrassing voor je. Ho, een hint. Zo, hoppa. Voor het volgende plek waar we heen gaan, heb je die nodig, denk ik. Okay. Want echte atleten en topsporters moeten ook herstellen. Daarom gaan we nu na de hot laps naar het koude Freeze Lab, waar ze een kamer hebben waar het min 110 graden vriest. Freeze Lab zegt dat dit goed is voor je energie, slaap en betere sportprestatie. En het past daarom ook perfect bij het leven als een coureur. En heel toevallig, dat is waar Kevin om vroeg. Ja, wens was leven als een coureur. Maar een goede coureur moet ook leren afzien. En wat er nu gaat komen is weer een verrassing. Hij heeft gewoon de muts nog op. Ja, ja. Hij heeft hem niet afgehad. Klopt. Vriend, hoe was het vervoer? Was het een beetje... Dat was lekker. Als je Chris nu een cijfer mocht geven, hè? Dan gaan we wel voor een 10. Een 10? Kevin, ik had je nog verteld, een 5, want dan hoef je niet te betalen. Nee. Maar nu komt er aan. Dankjewel, vriend. Graag gedaan. Wij gaan Kevin, veel succes hier. Ga je uitnodigen bij de meest koude experience die je tot nu toe ooit in je leven hebt meegemaakt. Dus ik zou die muts ophouden als ik jou was, Kev. Oké, okay, Kev, Freeze Lab, want echte atleten, en jij wil een dag als coureur meemaken, moeten ook herstellen. En dat doen ze meestal bij dit soort plekken. Een lekkere ijskoude uitdaging. Op het einde, kan je dat aandenken? Ik hoop het. We gaan het zien. Zou je ons alsjeblieft uit kunnen leggen wat Freeze Lab is? Freeze Lab staat eigenlijk een beetje in het zicht van herstel van het lichaam. Wat er zo meteen gaat gebeuren is, je komt in een vriezer te staan. In die vriezer is het min 110 graden. Daar blijf je 3 minuten in staan. Als jij je om gaat kleden? Ja. Mag jij deze meenemen? Alsjeblieft. En komt u maar. Doe even alsof je er nog niet eentje in je mond hebt. Wacht, kan je anders een paar geven, denk ik? Ja. Nog twee nodig? Slim, jammer. Hey Kev, hoe vind je de dag tot nu toe? Is het een beetje naar je zin? Tot nu toe vind ik het heel erg leuk. Ja. Wat er nu gaat gebeuren, brengt me wel een beetje in twijfel. Ja? Ja. Oh, dat snap ik ook eigenlijk wel. Je hebt natuurlijk vandaag geraced. Ja. Je hebt veel spanning meegemaakt. Je wil vanavond lekker slapen. Maar soms, als je wil relaxen, moet je ook even een beetje afzien. Je kent het wel, het is bijvoorbeeld een hele diepe massage. Doet af en toe pijn, maar het is wel heel vooral lekker. Vooral pijnlijk, ja. Ja, dit is niet zo pijnlijk, maar je zal wel even zo meteen jezelf bedenken. Wauw, wow, dit is koud, hou ik dit wel vol? En dan ga je over die grens heen en dan kom je eruit en dan voel je als herbol. Vind je dit moeilijker dan net in de auto? Ja, hier heb ik moeite mee. Oh, dat vind ik eigenlijk best kut. Ja, ik had verwacht dat dit veel leuker zou zijn. Nee. Laten we meteen maar met de deur in huis vallen. Is er hier wel eens iemand gestorven? Nee, gelukkig niet. Pluspuntje. Het heeft alleen maar pluspunten en alleen maar voordelen. Wat er zo meteen gaat gebeuren, Fries heeft 2 cabines. Allereerst zou je in de eerste cabine stappen. Dat is om het lichaam een beetje te laten wennen aan de kou. Daar blijf je in staan tot ik op de deur klop. Zodra ik dat heb gedaan, mag je de tweede vriezer binnenstappen. Dat is waar het echt koud is. Ben je er klaar voor? Nee. Ik vind het heel jammer dat ik niet meega. Vind je het echt? Ja. Oké. Ja. Ja, ik baal ervan als een stekker. Ik heb echt nog gevochten met productie, daar staat ze niet weer. Om toch mee te kunnen.
Maar hij zei, Jay is onprofessioneel. Dat is onprofessioneel. Kevin moet, dit is zijn dag. Nou, dat is dan jammer. Ja, dat zei ik ook. Jouw dag, dit Kev. Succes. Je hebt echt een bedankt. Pick. Goed, dan ga je. Ik weet niet wat je allemaal bezit. Mocht er iets verkeerd gaan, naar wie gaat dat toe? Mijn ouders. Je ouders? Ja. Of zei JJ? Nee. Zo'n bikkel, hè? Dit is zo'n bikkel. Dat, hij doet het gewoon. Is nu, heb je het al koud? Heb je het koud? Is het koud, Kev? Heb je het koud? Ja? Moet hij kouder? Wil je hem nog kouder? Oké, je mag, Kev. Niet bang zijn. Wat? Goed zo, bikkel. Oké. Hij vindt het eng, jongens. Heel goed, Kev. Lekker volhouden. Rustig ademen. Hoe rustiger je blijft in je hoofd, hoe makkelijker het gaat. Vet hoor dat hij dit gewoon doet. Eerlijk, hij was heel zenuwachtig. Zijn wimpers worden ook helemaal ijskoud. Nog 1 minuut. This is your father speaking. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ik ben de enige die klapt, merk ik. De crew ook zo op hun hoofd aan het tikken. High five. Wat fantastisch gedaan. Trek je shirt aan. Heb je het koud? Het is een... dus, op zich wel koud. Ja. Oké, okay, maar voel je beter nu? Het is in elk geval verfrissend. Hé, hey, hoe was je dag? Geweldig. Ja? Ja, dit vergeet ik niet zomaar. Nee. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Oké. Okay. Iedereen, jij bedankt. Kom hier. Ik vond het heel gezellig dat je er was. Jullie bedankt. Ik vond het heel leuk. Ja. Ik heb genoten. Nou, dat is het allerbelangrijkste. One unexpected day. Was het een beetje one unexpected day? Ja. Goed zo. Thuis veel verhalen vertellen? Absoluut. Nou, dat hoor ik graag. Dan gaan we samen nog even rustig een warm kopje thee drinken. Voor iedereen die aan het kijken is, zorg even dat je abonneert. Laat even in de comments weten waarvan jij denkt dat we misschien nog iemand mee kunnen verrassen. Heb je nog ideeën? Het maakt allemaal niet uit. We willen natuurlijk Sportlife bedanken, Sportlife Mint. Kev? Ben je klaar voor een kopje thee? Ja. Ja, een beetje opwarmen. Dit keer zal ik de deur voor je open doen. Je hebt het fantastisch gedaan vandaag. Bedankt. Alsjeblieft, meneer.